Beste dames en heren, we varen op dit moment weg vanuit de koninklijke jachthaven van Den Helder. Het is laag water, dat zag je ook bij het weggaan, zag je wat modder omhoog komen. We varen nu door de jachthavenmond, laten we het zo maar noemen. In de verte zie ik de marinehaven liggen met de marineschepen. Terug van een missie of juist ter voorbereiding van een missie. En wij hebben ook vandaag een missie. Wij gaan vandaag 7 februari gaan wij de zee opvaren om zorg te dragen voor de asverstrooiing. Voor de verstrooiing of bijzetting misschien wel van uw dierbaren. Op de Waddenzee en op de Noordzee. Afgelopen dagen zijn wij langs verschillende crematoria gereden om as op te halen van overleden mensen. En vandaag, 7 februari, is het zover. En ik kan u zeggen, de omstandigheden qua weer zijn uitstekend te noemen. Ik zie de zon, een staalblauwe hemel. Werkelijk waar eigenlijk geen wolkje aan de lucht. Ja, misschien boven land iets van hele lichte bewolking. Maar mag geen naam hebben. Weinig tot geen wind. En zoals gezegd hebben we laag water op dit moment. Texel aan de overkant. Vanaf de haven van Den Helder zullen we bakboord uitgaan. Voorbij de veerhaven. En om ergens een mooi plekje op te zoeken, eerst op de Waddenzee. Om daar een verstrooiing uit te voeren, geheel volgens de wens van de nabestaanden en de overledenen. En daarna zullen wij de Noordzee opzoeken om daar stil te gaan liggen en de as en bijzettingen één voor één uit te voeren. U gaat meemaken onder welke omstandigheden wij deze taak hebben uitgevoerd. Hoe de omstandigheden van het weer waren. Wij hopen dat u op deze manier iets kunt meekrijgen van het afscheid van misschien wel uw dierbaren hier op zee vanuit Den Helder. Like I told you, honey, don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life. So. We hebben één verstrooiing hier op de Waddenzee. We zijn even gestopt hier voordat we de Noordzee bereiken. Ik ga de scheepsbel luiden om deze as hier op de Waddenzee te verstrooien. En dat doen we op het achterdek, want de wind komt van voren. We would want to die. De boei, de T2, varen wij voorbij. Ik zie de razende bollen liggen. En van hier kan ik al zien dat er de zeehonden op liggen te rusten. En dat is natuurlijk helemaal fantastisch om die even te zien straks. I was blind, I was so confused as a little child, trying to take what I could get, scared that I couldn't find all the answers on me. Misschien goed om te weten dat de verstrooiing die wij doen vanuit Den Helder op dit moment doen met de Javazee.
Een zelfrichtend reddingsschip uit de jaren 60. Vele levens gered. Waarmee wij vandaag deze eervolle taak vullen. Om mensen een laatste plekje te geven hier op de zee. Zoals gezegd, razende bol goed te zien. Met de zeehonden rustend op het zand. Dat teken dat het laag water is. Bij laag water heb je meer kans om zeehonden te zien. Zuidpuntje van Texel te zien. Het zuiderstrand. Beste dames en heren, nabestaanden, wij hebben de locatie, de geografische positie bereikt waar wij straks de verstrooiingen en de bijzettingen gaan uitvoeren. We liggen hier het zuidstrand van Texel. Ik zie de razende bol, zie ik daar. Zeehondjes hebben we zien liggen. Lange Jaap daar. We zitten hier in een mooie hoek, zullen we zeggen. Een mooi plekje. Ik ga de positie waar we liggen opslaan. Het tijdstip is 14:19. Ik ga de scheepsbel luiden, dan gaan wij beginnen. Zojuist hebben we de laatste as hier op zee achtergelaten. Dat hebben we gedaan met een zeeuren. De uren zonk langzaam naar de bodem van de zee en zal in de komende dagen in zich heel oplossen. Waarbij de as langzaam met alle stromen wordt meegegeven. Als laatste groet namens Aqua Omega een bloemengroet. Die we hier zullen achterlaten, symbolisch op de assenstroomingslocatie. Het zeegraf, zeg maar. De bloemen blijven drijven. De schipper zal er een cirkel omheen varen. En als de cirkel voltooid is, zullen we drie keer de scheepshoorn tegen horen brengen. Drie lange stoten, waarvan de laatste langer is dan de voorgaande twee. Om de mensen zo goede reis te wensen. Dan gaat de vlag in top. Die staat nu half mast, is hij nu gehezen. Dan gaat de vlag weer in top. En varen we terug naar de haven van Den Helder. Een bloemengroet namens Aqua Omega aan iedereen die hier vandaag op zee is achtergebleven. We were born to die. Zo, het laatste signaal heeft geklonken. Wij gaan de vlag in top hijsen en we gaan weer terug naar de haven van Den Helder. Zo, de vlag is in top gehezen. We varen weer terug naar de haven van Den Helder. Deze asverstrooiingsceremonie is tot zijn einde gekomen. Namens de bemanning van de Javazee, de medewerkers van Aqua Omega,
en ikzelf, Sebastiaan Smit, wensen wij u heel veel sterkte. Als u nou vragen heeft over deze asverstrooiing of over andere plechtigheden die wij verzorgen, te land, te zee en vanuit de lucht, neem dan contact met ons op. We zijn makkelijk te benaderen. Kijk maar eens op onze website www.asverstrooiing.nl. Ik wens u het allerbeste. Bedankt voor uw vertrouwen. Salut!